hier compleet verrast door Egbert Streuer en Bernard Schnieders. Vielen in Duitsland op de Nürburgring tamelijk schlemielig uit door een boutje wat niet echt vast zat, maar het heeft er allemaal mee te maken en je zou het aan slechte preparatie kunnen wijten. Streuer en Schnieders dus op een eerste plaats voor Bieland en Walti Sperg en de regerend wereldkampioenen Webster en Hewitt. Dan Michel en Fresk met start nummer 4 en daar ergens midden in het veld met start nummer 10 Theo van Kempen met de Engelsman Simon Burkle, de tweede Nederlandse combinatie uit het team van Egbert Streuer. Streuer en Webster. Bieland. Het bleef constant stuivertje wisselen, met name door de aanvallen van Steve Webster, pas 26 jaar oud. Tony Hewitt in de bak is aanmerkelijk ouder met 37. Heel erg agressief, voor niemand en niets bang. En dat leverde hem vorig jaar de wereldtitel op. En dan ineens, dan vallen ze terug. Zie aan de linkerzijde van uw beeld. Streuer en Schnieders. Wat er aan de hand is, is op dit moment niet duidelijk. Eén zaak is zeker, ze zakken af in het veld, terwijl Webster de kop heeft voor Bieland en Michel, de combinatie uit de Montelie. Maar in Frankrijk de Asser-combinatie naar een 12e plaats. Voor teamgenoot van Kempen, die op dat moment op een 14e plek rijdt. Ook niet een erg beste prestatie, althans niet op dat moment. Verrassend komt erbij de gebroeders Egloff met start nummer 11. Het lijkt wel alsof de zijspanresserij met name in Zwitserland zijn talenten haalt. Want ook de gebroeders Egloff konden lang meeblazen. Webster op een eerste plaats. De aanval is van Rolf Bieland. Bieland die zo'n 48 Grand Prix in deze zijspansport wist te winnen. En die heel veel op zijn routine kan als het machine hem maar niet in de steek laat. Dat was vorig jaar wel het geval. Nu zien de zaken er voor Rolf Bieland aanmerkelijk rooskleuriger uit. Webster op een tweede plaats en de vaak alles riskerende Alain Michel in derde positie. En daar is dan zo'n manoeuvre van Michel. Je zal er maar naast zitten. Jean-Marc Fresk kruipt heel diep weg in de bak. En de passage lukt. Heel gedurfd. Michel pakt een tweede plaats. Achter Bieland Walti Sperg en voor Webster en Zurbrug. En dat brengt de stand in de wereldtitel zo. Bieland Walti Sperg leiden met 60 punten. Streuer Schnieders staan op een 4e plaats met 30. En hebben dus heel erg veel goed te maken. Willen ze de aansluiting met Zurbrug en Webster Hewitt met 47 op de 2e plaats kunnen behouden.